Hey allemaal en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. We zijn hier in de Efteling en we doen vandaag een voorjaarsupdate, want er gebeurt heel veel in het park. We gaan kijken bij onder andere Dansen Macabre en Hans en Grietje. En we gaan natuurlijk naar Doorn Roosje, want die schijnt zelf ook goed opgeknapt te zijn. En dan gaan we uiteraard eerst naar Doorn Roosje. En wat mij gelijk opvalt is dat hier het boek naartoe is verplaatst. En we hebben twee wegen. Je kan direct naar het Kabouterdorp. Of je kan naar het Sprookjesboom Theater. Of de Indische Waterlelies natuurlijk. En het kasteeltje zelf op. Nou, er zijn veel bomen weg. Ja, veel mensen vinden het ook zonde. Maar het is ook wel weer gelijk een stuk lichter. Het staat wel heel prominent nu, zo bovenop deze berg. Er is natuurlijk ook een nieuwe waterval aangelegd. En hier heb je nog de oude waterval. Deze loopt nog steeds zo, stenen zijn toegevoegd. Het is allemaal heel netjes geworden. Nou, laten we gauw eens naar boven lopen. Want nationale en internationale media raken er niet over uitgepraat dat het uiterlijk van Doorn Roosje, en dan met name natuurlijk de voorgevel, ontzettend veranderd is ten opzichte van de oude situatie. De slapende wachter is hier teruggekeerd. Ja, Doorn Roosje is inderdaad goed opgeknapt. Vollere voorgevel en langere haren. Maar helemaal prima zo. Dan gaan we door naar de heks. De heks heeft ook een nieuw masker gekregen. Bovendien hoor je ook hier tegenwoordig muziek. En dan aan deze kant valt ook gelijk op dat een van de kraaien boven is omgedraaid. Die kijkt nu een andere kant in. En dan gaan we door naar de bakkers. Ja, alles is weer goed opgefrist hier. Dan gaan we door naar beneden. Nou, aan weerskanten tegenwoordig een vijver. Aan deze kant ook met een nieuwe waterval. En daar beneden een grote steen waar als het goed is nog een wachter en een uil. Straks opkomt de nieuwe bewoners die aangekondigd werden. Dit is al met al een hele knappe upgrade, dus heel goed gedaan Efteling. Ik ben zeer tevreden. En laten we gauw doorgaan naar Hans en Grietje, want ik ben echt benieuwd hoe ver ze al zijn. Het huisje van de heks is al volledig gesloopt. Dit project is natuurlijk gestart na Doorn Roosje en het verbaast me hoe snel dit al gaat. Dus de opbouw kan eigenlijk alweer gelijk beginnen. En dan hier in het Volk van Laaf, daar gebeuren ook super interessante dingen. Er is veel onderhoud, veel huisjes zijn op dit moment niet toegankelijk. Onder andere het glijhuis, ik denk dat het een verfklus is, want ik ruik een beetje een verflucht daar. En een van de andere interessante projecten hier is het Lurk en Limoenhuis. Die staat in de steigers en ik ben ontzettend benieuwd hoe lang het duurt voordat deze weer open gaat. Ook de waterpomp krijgt onderhoud en wordt met de hoge drukreiniger diverse dingen hier in het Volk van Laaf weer even goed schoongemaakt. Verder zijn er hier in Marenrijk twee hollebolle gijzen in onderhoud en worden er op het Ton van de Ventplein graafwerkzaamheden verricht. En dan de zoete inval. Dat duurt natuurlijk erg lang, dat had al lang klaar moeten zijn. Eigenlijk in februari was de planning, maar dat is nog steeds niet het geval. En als ik ook kijk naar hoe het gebouwtje er nu uitziet, denk ik ook niet dat dat snel klaar gaat zijn. We gaan het in de gaten houden en we zien het vanzelf wel weer. Tot die tijd staat hier in ieder geval nog een hutje waar je je snoep kan kopen. En dan hier in Rijzenrijk is de vogel van Vogelrok weer uit de steigers. Dat is al een tijdje zo, maar hij ziet er prachtig uit. Het is heel mooi opgeknapt. Ook is het zomerstrand weer in opbouw voor de komende zomer Efteling.
Ook is het kleuterhof weer open sinds enige tijd. Alle speeltoestellen zien er weer prachtig uit. Ik verwacht dat dit vrij tijdelijk is voor een aantal jaren, totdat men daar op het nieuwe stuk begint. Dan ga ik ervan uit dat dit een doorgang wordt naar hierachter. Heel opmerkelijk is dat hier bij het podium aan de Siervijver veel bomen zijn geplant en eigenlijk ook weggehaald. Ik ben heel benieuwd of dit een terugkomst misschien is van het podium wat hier staat. Soms met oud en nieuw dan gebruiken ze het wel eens, dus wie weet. En dan gaan we gauw door naar het Ruigrijk, want daar is de Vliegende Hollander weer open en Joris en Draak is nog steeds dicht. Daar is de Vliegende Hollander weer open en aan de andere kant Joris en de Draak gesloten tot en met 26 april. En volgens mij moet er toch nog een hele hoop gedaan worden. En dan de Apelfontein in Ruigrijk bij station De Oost. Hij is verdwenen. Vraag me af of het tijdelijk is of niet. En dan het meest interessante rijk van dit moment. En dat is natuurlijk Anderrijk met onder andere Dansje Macabre. Een deel van de attractie is vorige week al naar binnen getild. En de buitenkant die lijkt zo goed als af. Er zijn nog wat puntjes op de i die op dit moment worden neergezet. En aan de andere kant natuurlijk Piranha. Deze gaat pas in de zomer weer open. En daar zijn volop werkzaamheden op dit moment bezig. En dan het Efteling Grand Hotel. Dat begint nu eindelijk een beetje op te schieten. Ja, de bouwer was natuurlijk failliet, daarom moet de opening uitgesteld worden naar 2025. Maar de eerste laag lijkt nu helemaal te staan. Ook zie ik nog een opgemetseld muurtje, dus niet alles wordt in één keer geplaatst als een puzzelstukje. Maar je ziet in ieder geval al de bogen. En het voorste gedeelte waar de receptie en de liften zitten. En hier het achterste gedeelte met restaurant en ik meen dat daar ook een souvenirshop komt. Goed om te zien dat er nu eindelijk flink gebouwd wordt. Ik hoop dat voor de zomer alle lagen van dit gebouw staan, maar ik heb er een hard hoofd in. Dan gaan we door naar het Huis van de Vijf Zintuigen. Daar is de toegangscontrole verplaatst en op de parkeerpromenade is men hard bezig met de tunnel. Dit was een kleine update van alle werkzaamheden hier in het park. Het is heerlijk weer. Ik ga nog heel eventjes van de Efteling genieten. Jij bedankt voor het kijken en heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook eventjes. Ik zie jullie weer de volgende keer.